Guy de Voer, we staan hier na de wedstrijd Roeselare-Antwerp 0-3. Denk jij wel tevreden bent over het resultaat? Over het resultaat ben ik tevreden, maar over de wedstrijd denk ik niet dat we tevreden kunnen zijn. Ik denk dat we de slechtste wedstrijd spelen eigenlijk van de laatste 3-4 weken. Maar de uitslag is wel schitterend, dus ja. Ja, en je bent misschien niet tevreden over de manier van voetballen, maar je scoort dan nog wel een doelpuntje. Doet dat nog iets aan je gemoed? Of? Ja, dat is altijd leuk dat je die doelpuntjes kunt meepikken, maar ik denk dat we gewoon 3-0, dat is het beste. En voor de rest maakt het niet uit eigenlijk. Ja, we hoorden hier daar juist op de persconferentie de trainer van de thuisploeg zeggen, De Voer, die heeft het verschil gemaakt voor Antwerpen, zeker in de tweede helft. Wat vind je daar zelf van? Ja, dat ik mijn goaltje meepik is natuurlijk heel fijn. Maar ja, de 3-0 is het belangrijkste en daar gaan we op voorbeduren. Je wilt er niet meer veel over zeggen, denk ik, hè? Nee. Maar goed, toch tevreden met het resultaat? Ja, absoluut. Op naar de volgende wedstrijd, dankjewel.